Dus je bent hier wel populair, maar is dat ook zo in Amerika? Ik was 8 jaar dat ik al begon te zingen. En in die periode hebben ze mij gevraagd, omdat er een senator kwam uit Washington en die wou president van Amerika worden, als ik voor die senator wou optreden. En die senator heette John Kennedy. Nee, so, gewoon de John Kennedy. Maar ik heb in de andere kant was ik gevraagd in Troy, New York, om te zingen voor Richard Nixon. Nee. Sprakeloos. Hij heeft opgetreden voor president Nixon, op dat moment vicepresident, en John F. Kennedy. En dat vertelt hij even normaal, alsof hij over het weer praat. Een beetje optreden voor Kennedy en een optreden voor Nixon. Weet je wel, het is echt bijzonder. Bedankt voor de eer. En we zien elkaar weer. Ja, ontzettend bedankt. Die jongens zijn zo warm. En zo lief. En zo begrijpelijk om mee te praten. Ja, zo bescheiden en nederig tegenover ons. Ja, maar wie zijn wij? Dat je in zijn huis en zo blij dat we er waren, ja. Ja, ik vind het echt prachtig. Bedankt voor uw gastvrijheid. Mooi, hè? Bedankt. Echt top. Je bent een kanje. Echt top. Kom hier. U ook. Heel speciaal als zo iemand, zo'n groot iemand, dan echt interesse heeft in jou, zeg maar, als persoon en wat jij doet. Weet je, en in jouw leven. Dat is wel mooi om mee te maken.